De mensen hier zijn jongere Spanjaarden die zijn gedwongen om naar Nederland te komen om werk te zoeken, omdat geen werk in hun eigen land is. En de reden waarom zij nu aan te demonstreren zijn, is omdat deze weekend is een lokale verkiezing gaande. En tijdens die verkiezingen de politieke situatie in Spanje zal bepaald worden voor de komende tijd, voor de komende 4 jaar. En wat mensen hier willen doen, is ze willen de solidariteit en de aandacht van de Nederlandse bevolking, de Europese bevolking, om die aandacht te richten op de crisis en de corruptie die gekoppeld is bij de crisis.